iets over vier. Ik loop naar de bakkerij. Oh, goed. Ziet er heel goed uit. Het brood zit al in de kast. En die is omhoog geklapt, dus die heeft de andere tegenvloer meegenomen. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En het is iets over vier. Ik loop naar de bakkerij. Te voet naar mijn werk. Kunnen we het niet veel zeggen. En Eline is om 3:30 begonnen. En ik kom zo in de bakkerij aan. En zullen we eens kijken hoe dat ervoor staat. De tweede keer alleen begonnen. De eerste keer was goed. Toen was ik een kwartiertje eerder. Later, maar volgende week weer een kwartiertje later. Zo kun je dat het beste leren. En nou kan ik nog ingrijpen als er iets mis is. Als ik wel later ben, wordt dat moeilijker. Dus misschien volgende week toch ook weer dezezelfde tijd. Ben benieuwd. 5 kilo voor de stok, hè? Ja. Nou, ik kom hier binnen bij Eline. En ze vraagt gelijk al iets, maar het is gewoon goed. Het ziet er heel goed uit. Het brood zit al in de kast. Kijk, dan noemen we de kast. Ja. En in 15 minuten. Dat is gewoon heel snel. In 13 minuten had je het, denk ik. Ligt er heel mooi bij. Je hebt de klima goed aangezet. Dan ga ik de oven checken. En de rijstkast of die aanstaat. Ja, aan. Oven staat goed aan. Nou, het is allemaal goed. Ik had nog wel later kunnen komen. Maar nu moet ik alleen maar pistolets en opwezen. Ja. En kazai. Of focaccia, nee, dat is gewoon stokken. Dat hoeft niet. Zo, even een sprongetje in de ochtend gemaakt. Eline zit een ijsbrood aan het afspuiten met ei. Dat gaat dan mooi glimmen. Pizzatjes zijn gemaakt. Hier gaat de wekker van het brood. En Eline is om 3:30 begonnen. Het is wit brood. Ja, nou brood. Dat gaat altijd voor. Het is nu 7:15. Dus nu komt het eerste brood eruit. Dus dat is van 3:30 is 5:30, 6:30, 7:30. Dus 3 is bijna 4 uur. Voordat brood gebakken is. Zoveel werk is het. En hier komt het eerste brood. Maar je had het broodrekje hier eigenlijk al moeten hebben staan. Oh. Dus je pakt daar het broodrekje. En wat ik ook altijd doe als ik het... programmaatje, kijk, dan moet hij vervolg op gewoon brood. Tak. Top. Tak. Tak. Dus het kleine broodrekje pakken. Moet ik jou helpen of gaat het wel lukken? Nou, Eline, is het gelukt? Heel goed. Ik zou hele mooie rozijnenbollen. Echt heel mooi. De worstbroodjes natuurlijk. Dan gaan we naar het allerbelangrijkste kijken. En het brood. En het moeilijkste ook. De vloerbroden. Eén klein foutje eventjes gemaakt. Dat is tarwebrood. Dat is niet hoog genoeg. Dat is niet ver genoeg afgedraaid geweest. Het is gewoon goed verkoopbaar. Maar dat had net nog even 2 minuutjes langer moeten draaien. Maar verder is alles helemaal goed. Ik ben heel tevreden. Want als je dan kijkt naar een volkoren. Het volkoren is beter afgedraaid. En dat is wel hoger dan het tarwe. Het scheelt niet zoveel, maar eigenlijk als ik het wit laat zien. Kijk, het wit is echt heel mooi hoog. En dan moet dat een beetje hoog zijn. Dan hebben we hier nog vloerbrood. En dan heeft heel mooi rozijnenbrood met spijs. Ja, en ijsbroodjes. Stan, die heeft het banket gedaan vanochtend. Dus dat staat hier. Dus die is ook lekker bezig. Zo zijn we echt een familiebedrijf. Nou, we zijn er weer klaar voor. Het is avond en het is heel stil aan tafel. Lekker chili! Dat kan maar één ding betekenen. Lekker. Dat het eten zo lekker is dat iedereen er stil van is. Maar ik heb mijn eigen pizza gemaakt. Ja, we hebben pizza's gemaakt. Pizza Junior. Pizza Junior komt er zo meteen uit. Pizza kip. Daar zit kip op. En ananas. Je moet tellen! Gaat zo zien. Dat mag niet, hè, in Italië officieel. We hadden lekker platgeslagen carpaccio. Een heel lekker broodje. Heeft er iemand nog iets te vertellen vandaag? Ik ben jij bent gaan afspreken. Zullen we het even ons de beurt doen? Hoeveel hebben we? Even wachten.
Guusje is gaan afspreken bij een klasgenootje. Was het gezellig? Ja. Verder nog iemand? Ik. Nee, papa. Doe tussendoor gewoon even eten, hebt, zoals je hoort kraken. Ik ben hard gelopen. In Roosendaal was Eline met carnaval in ons ijssalon. En die zei, die vloer is helemaal omhoog gekomen. Nou, ik, zei, ja. Ik had ook gezien dat er een los tegeltje lag. Dus ik denk, ja, los tegeltje. Nou, val wel mee. Ja, hij is echt wel erg. Ja, snap je. Ja, ik ga zo naar een bar. Ik ga eerst eens kijken of je tegellijn gaat kopen. Maar ja. Dus ik kwam in Roosendaal. En we hebben Roosendaal overgenomen van de andere ijssalon een jaar of 7 geleden. En die zei zelf al, ik heb mijn eigen vloer tegelvloer gelegd. Zwarte vloer, dat zag er redelijk uit. Alleen in de loop van de tijd kwamen er allemaal wel wat scheurtjes in de tegels en een paar gaten erin. Nou, wat is er nu gebeurd? Hoe weet ik niet. Maar de tegelvloer onder de tegelvloer, dat de tegelvloer gewoon op de tegelvloer gelegd, die is, Geklapt. Gewrongen. En die is omhoog geklapt. Dus die heeft de andere tegelvloer meegenomen. Ze zijn bij de buren aan het bouwen. Misschien komt het daardoor. Maar ja, dan heb je nog niks om op te staan. Nou is het feit dat we eigenlijk in onze plannen hebben. Omdat we dit jaar erover hebben. Nou, om volgend jaar de ijssalon in Roosendaal aan te pakken. Om er alleen ijssalon van te maken. Omdat nou de winters dicht zijn gegaan. We stoppen met de tafeltjes. Maar dat gaan we nu dus al doen. Want de vloer zag er niet uit. Ik heb mijn kit en mijn tegellijm teruggebracht naar de bouwmarkt. Oh, gelukkig. Echt? Ja. Dat is als je gewoon bij je bouwmarkt in je dorp waar je altijd komt je spulletjes haalt. Ja. Maar anders bij een ander wordt dat allemaal weer wat ingewikkelder, maar die deed niet moeilijk. Mag ik? Dan moeten we heel snel gaan schakelen. Ik heb al een interieurbouwer, heb ik al gesproken, die kan volgende week. En de vloer leggen kan aankomende week. Dus die vloer die ga ik er morgen met stand uitgooien. Het enige wat ik vergeten ben vanmiddag is een container regelen. Maar daar bel ik morgenochtend al voor. Maar die moet voor 11 uur in Roosendaal die markt op. Maar dat moet dus daar moet wel lukken. En anders dan komt de dag daarna, dan gooien we alles in één keer erin. Dus woensdag is ook... Lekker vuur hoor. Een dag. Woensdag is dus ook een dagje slopen en opruimen. Dus ook met... En nog iets vandaag? Oh nee, jullie moeten naar school. Woensdag ben ik er niet bij. En nog iets vandaag? Ja, jij bent begonnen. Vriezer. Oh ja, storing op de vriezer in Oudenbosch. Ik kwam binnen en ik hoor een dag gelijk. De motor van de vriezer die staat niet te draaien. Dan staat hij altijd ontdooien. Dus dan kijk ik altijd even op de temperatuurmeter die aan de buitenkant zit. En het stond 0 graden. Dus die is gisteravond al uitgegaan. Toen wij klaar gingen, dat heb ik misschien ook wel niet gedaan. Maar eigenlijk hoor ik het altijd. Dus ik denk dat hij net nadat wij klaar waren, dat hij toen die zijn ontdooistand heeft gehad. Dat hij toen, dat niet meer toen terug kapot is gegaan. Ja. Dat denk ik, want ik hoor het goed zo, junior. Ik hoor het altijd wel. En de vriesstoring is echt een van de... Dat is een van de vervelendste storingen, ja. Ja, ja daar hebben we het even over. Met ijs en zo, ja, daar kun je echt helemaal niks. Nee, daar kun je helemaal niks mee. Ja, uitblijven, dicht laten gebeuren. Ja. Maar dat is op zich best goed gegaan. Maar ja, dat, ja. Vandaag dus productie van niks. Dus ik ben heel op tijd naar Roosendaal gegaan. Ja, toen kwam ik dat tegen. Dus het is een duur dagje geweest. Maar Roosendaal gaat gewoon heel mooi worden. En dat moeten we gewoon heel snel gaan. Het is heel jammer, want we zijn vorig jaar best wel wat vernieuwd. Maar ja. Ik zei tegen Eline, dan houden we daar naar Oudenbosch. Alleen ijs is echt zo verbeterd. Ja. Take away koffie, daar hoef je ook niet zoveel. Je hoeft er niet zoveel te staan, je hoeft er niet zoveel besteld te worden. En dan kunnen ze gewoon lekker alleen ijs scheppen. Ja, daarom. Ja, en we kunnen Oudenbosch een beetje upgraden met spullen vandaag. Dus dan ziet er dan ook wel als iemand heel graag nog roze stoelen en rode tafeltjes zou willen, die hebben wij nog genoeg. Ja, ik moet naar de pizza. Klopt. Wat het goede! De pizza junior is klaar, denken wij. Eten is voorbij. We zitten nog een paar pizza te pitsen. Dat is wel een beetje donker pizzatje die. Ja, een beetje. 1 minuut te lang of zo. Ja. Die oven staat heel hoog. 2 minuutjes. Het is altijd wel lekker, hè, pizza's, hè? 1! Ja. Die jongens die zijn zich verkleed voor de hockey. Ik ben weer voor de hockeytraining. Dus ik heb mijn hockeytraining broekje aan en een t-shirt. En lekker training geven. Je kon niet Het is wel een pittig dagje zo. Ja, Eline heb ook nog geen dutje gedaan, maar jij gaat zo naar bed. Ja. Ja, Eline was natuurlijk al lang.
half vier in de bakkerij. En ik kom kwart over vier. En, Is dat lekker voor de bakkerij zijn? Ja, alleen, maar dat heb ik al verteld. In de vlog, het tarwe deeg had iets verder afgedraaid moeten worden. Heb je al verteld dat jij de wekker verkeerd had gezet? Eigenlijk? Ja, ik had mijn wekker. Nee, dat heb ik niet. Ik had mijn wekker op 5 uur gezet. Dat vond ik lekker goed. Ja, 5 uur. Zeg maar, je moet 4 uur. Oh ja. Ik kom dat normaal tweede man 5 uur is. Maar, maar hoezo vroeg jij dat? Ja, dat weet ik niet. Dat was een voorgevoel of zo. Nee, ja. Maar anders had jij wel gebeld, hè? Ja. Ik zie, nou, dat kan niet doorgaan en dan. Oh ja, kan ik ook kijken, ja. Nee, ik heb gewoon mijn telefoon gepakt. Het was echt heel stom dat ik zei, zet jouw wekker. Ja, maar dan keek ik me bellen. Ja, maar ik dacht dat het jij later was, want ik was wel een beetje op tijd. Jij was om 3:15 al? Nee. Nee. Oh. Nee. Maar ik was wel een beetje op tijd, zeg maar, verder dan vorige keer. Nu was je ook later, maar alsnog, ik was wel bijna klaar met... Ja, nou, volgende week kom ik om 4:30. Ja, ik ga steeds een kwartiertje later komen. Ja, oké. En dan om 5:00, zoals het hoor. Ja. En dan moet die broodjes en zo alleen. Ja, maakt niet uit. Het is oké, best te leren. Ja. Ja. En wanneer ga je op dinsdag steeds een kwartiertje laten? Nou, deze dinsdag, morgen dus begin ik nog samen met Siem. En de week erop moet Siem om 3:30 beginnen. Dan kom ik om 4:00. Dit is vlog, hè? En eigenlijk gaat hij net een beetje na Eline lopen. Dus er zijn er dan twee die... maar Siem is eigenlijk al verder, want hij draait op vrijdag altijd al het tweede brood. No. Dus misschien dat ik tegen Siem volgende week wel zeg, ik kom om 4:15. Dus zeg jij dan, jij bent echt zo iemand die dat om de avond hebt. Ja, ik kom om 4:15. Nee, ik overleg daar gewoon met hem volgende week. Oh, nee. Nou, maar wel eens, als ik om 4:00 binnenkom, dan kan ik alles nog oplossen. En als ik om 4:15 binnenkom en er is iets mis, kan ik het eigenlijk niet meer opnemen. Ja, dus dan is alles te laat. Dus niet, als je zegt 4:15, dan ben jij er niet om 4:05, zeg maar. Dus nee. Dan ben je er ook echt. Ja, 4:15 ben ik er dan. Dat is ook als ik met jou ga werken. Ja. Ik zit hier netjes al 10 minuten op om te wachten. En dan is het echt. Papa, weet je wat mijn probleem was? Dat heel de huis in fik stond. Nou, dat is een leuke droom. En dan ging jij het blussen. En dan heb je die brand al naar beneden gingen allemaal nog onprobeerd stoppen. Ja. 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 In de fik stond. Jij ik hoor al verwacht zo, oh nee, mijn onderbroek. Ja, papa, ik hoor daar ook roepen, ja, onderbroek. Ik stond nog heel laat in bad van de afgelopen weekend. Om 1:30 vrijdagavond. En papa moest om 4:30 werken. En om 2:30 schiet hij omhoog uit bed. Wie moet ik wegbrengen of ophalen? Die moet gaan slapen. Oh, dat was bij carnaval. Ja, dacht ja. Ik wel. Om 4:30 moet jij werken. Nee, ik moet naar Roosnel. Wie moet ik gaan halen? Oh, dat weet ik. Maar hij zei mij niet aan het halen. Maar dan ging het eigenlijk niet. Maar dat was nu, in zijn dromen, was dat nu. Ja. En ik heb echt 6 keer, Jan, je kunt gaan slapen. Maar over 2 uur moet jij eruit. En dan uiteindelijk kijk ik zo. Kijk, die verder slapen, zit eruit, ik kan kijken. Ik liep. Ja. En wat ben jij aan het doen, junior? Mandarijntjesap aan het drinken. Ja, ik ben een mandarijntjesap. Als kindje vond ik dat ook altijd lekker. Oh, die mandarijntjes en hoe sappig. Ja, maar ik had vannacht ook slecht slapen, als ik als in moet beginnen. Ja, dan ben je ook leuk. Heb je spanning. Dan denk ik echt zo, ja, stel je voor, ik word niet wakker, dan gaat alles in. Had ik vroeger ook, nou nooit meer. Stel je voor, ik word gewoon niet wakker. Was ik aan het slapen? Ik zou het vroeger ook zetten voor papa. Vroeger. Pas geleden bij carnaval. Toen wij nog even biertjeswekkers hadden, zetten wij gewoon een normale wekker. Maar ik slaap dan echt slecht. Dan word ik echt 10 keer tussendoor wakker. En dan slaap je al kort. Dus dan slaap je echt slecht. En dan op het moment dat val je slapen, dan gaat hij wekken. Ja, en dan heel de tijd. Dan word je zeg maar wakker en dan kijk je. En dan denk je, oh, nog maar een uur. En dan word je dan weer wakker en blijf je maar moe. Ja. Oké, dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4:00 zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe. Doei Mason. Dan moet ik even zwaaien naar Mason. Even zwaaien naar Mason. Mason, houdoe.